Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2010 Carré Mode. Mijn naam is Tjernan Schaven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 31. Maar het allerbelangrijkste, ben jij nog niet geabonneerd op dit kanaal? Gewoon even doen, abonneer gewoon voor meer en schakel ook gelijk dat belletje aan. Zodat jij geen enkele aflevering meer van mij mist. Like deze video als jij hem leuk vond, dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me even op de sociale media, het Tjernan Schaven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Ik ben de afgelopen week 21 geworden. Jazeker, want deze video komt online op, als ik dat goed zeg, uit mijn hoofd. Is dat 11 augustus. Afgelopen dinsdag was het de 9e augustus. En ik ben jarig op 8 augustus, dus ik ben 21. Het gaat hard. Nice. Ik ben nu voornamelijk video's aan het vooruitplannen. De datum dat ik dit nu inspreek, het is vandaag vrijdag 17 juni, 19:36. En deze video komt online op donderdag, zei ik nou, 11 augustus. Dus ja, ik ben een beetje aan het vooruitplannen, maar het is geen probleem. Goed verhaal. Het klassement is gewoon nog goed, alle races tot nu toe gewonnen. En ja, dan is het op naar de kwalificatie. Voor de grote prijs van Hongarije hier in Budapest. Ik verwacht er veel van. Inhalen is wat lastig. Maar goed, dat maakt het helemaal mooier op. Ik zou zeggen, laten we lekker beginnen voor de kwalificatie. Dan zijn we aanbeland bij de kwalificatie natuurlijk. Wat bewolking, maar het is geen probleem. We gaan hier dus hopelijk voor de pole position. Dan hebben we hier wel een klein beetje onderstuur. En het is gewoon helemaal griep. Niet normaal hoeveel onderstuur daar wij gewoon hadden. En hier weer hetzelfde, hè. Bij die laatste bocht gewoon flink onderstuur. Dus ja, de setup is niet al te best. Alsnog laten wij een 1.23.2 noteren. Voorlopig de pole position. En daar hebben wij Karun Chandok uit de pitstraat. De eerste bocht nemen wij veel beter. De apex sneden wij mooi aan. Dus ja, pluspunten voor ons. Weer een beetje onderstuur. Wat te veel over die curbstone. Heeft ons wat tijd gekost. Alonso, mijn rivaal, op de tweede plek. En wij verbeteren ons niet. Helaas, maar pakken wel pole. Goed gedaan. De beide vragen naar 2 en 3. Vettel 4, Webber 5. Teleurstellend. Liertje zit er goed bij, maar voor ons weer de pole position op naar de wedstrijd voor aflevering nummer 31 hiervan. F1 2010 Carré Mode hier in Hongarije. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij de race. Vertrekken vanaf pole position hier in Hongarije. 41% kans op regen, maar ik verwacht dat het droog blijft. Hopelijk kunnen wij iets doen met de wedstrijd zelf. De beide Ferrari starten op 2 en 3. Misschien kunnen die het ons lastig maken in deze grote prijs. En ja, misschien gebeurt er van alles en nog wat. Misschien gebeurt er ook helemaal niks en domineren wij de wedstrijd. Dus het is allemaal gewoon even afwachten wat er gaat gebeuren. Wij starten gewoon op de zachte compound. Ik denk dat iedereen op de zachte band start. En ja, dan is het vooral afwachten wat er in bocht 1 gaat gebeuren. Gaat er een divebomb plaatsvinden? Gaat er een crash plaatsvinden? Gaat er misschien een gele vlag plaatsvinden? Het is allemaal even afwachten wat er gaat gebeuren namelijk. En ja, eigenlijk als je eenmaal hier de leiding in handen hebt, ja, dan kan je de wedstrijd gewoon winnen. Want dit circuit is gewoon een Mickey Mouse baantje. Inhalen gaat hier nogal lastig. Dus het voordeel moeten wij hebben bij de start. En dan is de wedstrijd eigenlijk van ons. Bij de pitstops moet het ook goed gaan. En dan is het gewoon op naar de wedstrijd voor aflevering nummer 31 van F1 2010 Carré Mode. Starten op pole position in de grote prijs van Hongarije. En dan gaan we kijken wat het gaat worden namelijk. Daar gaan we dan.
fantastic result at the last race. It'd be nice to see another podium here. Anyway, give it your best attempt. Daar gaan we dan voor de grote prijs van Hongarije. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we knijpen al gelijk Alonso af. Dat lukt. Massa is goed weg. Vettel naar P4. Wij behouden de leiding in de eerste bocht. Jazeker. Vettel pakt Felipe Massa. Alonso herdt aan de stok met Vettel. Maar dan gaan wij hier iets te ver door. En Alonso pakt de leiding. En Massa is zijn complete voorvleugel kwijt. Gele vlag. En daar kijken we aan de buitenkant op dit punt. Jazeker. Wel iets te ver. Te wijd. Maar de leiding behouden in de openingsronde. Vettel op het podium. Webber op P4. Alonso, mijn rivaal, naar P2. Dan zitten we in ronde nummer 4 als de banden wel erg aan zijn einde gaan. Ze hebben het zwaar en Alonso zit daar niet te ver achter. Is maar een paar duizendste langzamer in sector 2. We pushen nog steeds volop. En de pit window is open in ronde nummer 5. Alonso is maar een paar duizenden sneller over het hele rondje. 68.000 om precies te zijn. Of 66.000, excuseer. En dan moeten we kijken waar we zo meteen dan staan. Naar de pitstops. Dan zijn we binnen geweest voor de harde band. En daar hebben wij dan Liuzzi. Die passeren wij. En we rijden weer op P2. Alonso is doorgereden. Langer zelfs. Die gaat heel lang door. Naar welke band gaat Alonso dan? Want volgens mij start hij ook op de softbanden. Dus ik ben heel erg benieuwd wat de Spanjaard gaat doen. Wij hoeven sowieso niet meer te stoppen. En we zitten op de helft van de grote prijs. Einde van diezelfde ronde in rondje nummer 7 duikt Fernando Alonso naar binnen voor zijn laatste pitstop van de dag. En hij komt weer achter ons de baan op. En wij zijn de snelste man op het circuit. Komen we terug aan de leiding in ronde nummer 8. Nog ongeveer 7 rondjes te gaan in de wedstrijd. En dan zit deze grote prijs er alweer op. Dan gaan we ons voorbereiden op België. Maar de concentratie moeten wij gewoon nog hoog zien te houden. Dan zitten we in ronde nummer 12. Barrichello naar de punten, rijdt op een P8. Nog 2 rondes te gaan in de wedstrijd. Banden gaan wel verslijten. Die gaan er wel aan, dus ja, het wordt wat krapjes. Maar ik ben gewoon vanzelfsprekend dat die band dus gewoon tot de rest van de wedstrijd mooi volhoudt. Geel bij de voorbanden en rechtsachter. Ronde nummer 14. En dan zitten we gewoon in de laatste ronde. Alonso weet het niet meer goed te maken en goed te rijden. Hij komt tekort. Een strategische fout. Door langer door te blijven verliest hij veel meer tijd. En wij pakken hier weer een overwinning in de carrière mode. En is het op naar de grote prijs van België. Great drive! Great drive! You dominated the whole weekend! Pole and the race win! Fantastic! Wij winnen dus hier bij de grote prijs van Hongarije. Alonso naar P2. Liuzzi pakt zijn allereerste podium voor Force India. En Sutil maakt er een dubbelfeest van. Force India 3 en 4. Goed gescoord! Hamilton 5, Petrov 6, Vettel 7. Barrichello, knap hoor. Naar de punten, goed gedaan met teamgenoot. Dat is uitstekend. Button op P9 en Massa teleurstellend. Van P3 naar P10. Rosberg komt tekort. Jammer, maar helaas. Shandok weer goed. P16, Schumacher teleurgesteld. Webber teleurgesteld. Maar wij pakken hier weer een overwinning. Goed gedaan. En heel knap van die beide Force India's. Liuzzi en Sutil maken de teama's hartstikke blij. En zo hoort het.
still top in the Drivers' Championship table. Wij staan dus nog steeds eerst in het coureursklassement met 149 punten verschil naar de nummer 2 Fernando Alonso. Barrichello klimt naar 13, moet Liucci zien in te halen, dus dat wordt nogal close tussen die twee. Zoetel zit daar ook niet te ver weg. Ja, en goed bij de constructeurs. Top. Hey legend, I've had a few contract offers come in. Fantastic work. You should take a look at them on the laptop. Aantal contracten zijn binnengekomen, maar goed, ik ga er voor nu even niet naar kijken. Eerste seizoen afmaken. Dus ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze grote prijs. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Ben je niet genoten, dislike de video dan en vertel me waarom je het niet leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse Formule 1 content. En ram ook op dat belletje. Zet dat belletje gewoon aan om geen enkele video meer van mij te missen. En volg me ook even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was de journal, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op dit kanaal. Gaan we weer met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.